geniet van elke dag, zou ik zeggen. Dat je, ja, dat je in vrijheid kunt leven. Dat klinkt heel gemakkelijk. Ja, heel gemakkelijk is het niet. Als je het om je heen ziet met Oekraïne, is het heel erg moeilijk natuurlijk. En ja, probeer zoveel mogelijk mensen bij te staan waar je dat kunt zelf. Dat wil ik mensen wel meegeven. Nou ja, als je in de zorg werkt, ik werk zelf aan de zorg, nu met corona en zo. En ik vind dat je gewoon heel goed moet communiceren met elkaar, zodat de zorg gewoon hoog blijft. En ook gewoon in het dagelijks leven. Dat gewoon, nou ja, als de communicatie goed is, dan ben je ook lief voor elkaar en dan zorg je goed voor elkaar. Dat, ja. Blijf met elkaar in gesprek. Ja. Wees goed voor elkaar. Ja. En dan komt het wel in orde. Ja. En als je mening voor iemand hebt, zeg het dan gewoon op een normale manier. Niet gelijk bam. Het is de manier waarop je kunt of misschien moet communiceren. Ja. Ja. En dat wenst u iedereen misschien het meeste toe. Ja. Ja, denk wel zoiets, ja. Voordat ik helemaal los ga, houd simpel. Nou, die hele toestand met Oekraïne en die corona en het feit dat we in een hele onzekere situatie zitten en dat, wat de toekomst gaat uitwijzen, daar zit ik wel mee. Nou, ik zeg altijd, volg je hart, niet te veel nadenken, gewoon doen. Dat is mijn advies meestal aan andere mensen. Daar klinkt een beetje uit dat veel mensen dat meer zouden moeten doen. Ja, zeker. Mensen letten te veel op, wat vindt een ander van mij en wees gewoon lief voor de wereld en... Gewoon elkaar respecteren of zo. Ja, dat. Dat is het dus. En hoe denk jij dat het kan, de wereldvrede bereiken? Nou, gewoon allemaal gewoon een beetje nadenken voordat je wat gaat doen. En gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Gewoon eerst tot 10 tellen? Ja. En dan iets zeggen of doen? Ja. En hoe denk jij dat de wereldvrede bereikt zou kunnen worden? Gewoon normaal tegen elkaar doen. En gewoon elkaar respecteren, ja. Zo simpel kan het zijn? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat gedoe in Oekraïne, dat is belangrijk. Dat zit u dwars? Ja, dat blijft er ook wel dwars zitten, voorlopig. Zolang dat niet afgelopen is, blijf je dat wel dwars zitten. Ja. Maar ja, de verhoudingen die er hier in Nederland zijn tussen de mensen die naar de stembureaus instappen en daarna weer de gevechten beginnen. Kijk nu weer in de Kamer, het gedoe. Het is een beetje zoek, de verhoudingen tussen de mensen. Dat vind ik toch wel erg. En dat zit me ook dwars. Loop niet met de mainstream mee en denk zelf na. Ja. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het zijn. Iedereen gaat met de grote meute mee en laat zich helemaal door de media manipuleren. Wat zou er aan gedaan kunnen worden om die verhoudingen te verbeteren? Ik geloof niet totdat de Heer Jezus terugkomt dat er werkelijk een vrede zal zijn hier op aarde. Want de mens, als je kijkt naar de koningen en alles wat regeert en leiding heeft. We zien het in ons eigen hart dat daar eigenlijk iets niet klopt. Dus wat dat betreft, ik geloof niet dat er een zekere wereldvrede zal zijn, zeg maar. Het blijft toch wel chaotisch. Maar net als een beter milieu begint bij jezelf, vind ik wel een heel mooie gezegde. Als jij voor je omgeving een licht wil zijn en liefde wil laten zien, ik denk dat je dan even terug moet gaan. Eerst even in de spiegel moet kijken. En dat is die spiegel waar ik het dan over heb. Wees lief voor elkaar en wees lief voor je gezin en iedereen daarbuiten. Zo simpel ligt het. Zo simpel. Dat wij meer met elkaar omgaan, sociaal en meer en beter communiceren. Want dat is volgens u noodzakelijk of wenselijk? Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. En hoe zouden we die omslag kunnen bereiken? Ik denk gewoon meer hallo allemaal en een fijne dag allemaal. En niet zo langs elkaar heen lopen en gewoon lachen is wat meer. Ik denk gewoon voor elkaar goed zijn, een beetje deze coronatijd en zo. En ik denk dat wel belangrijk is, gewoon ook voor je familie en vrienden en zo. Want het is wel noodzakelijk volgens jou? Ja, het is natuurlijk een moeilijke tijd geweest, dus ik denk dat het voor iedereen wel belangrijk is. Gezondheid is alles. Je kunt wel heel rijk zijn, maar als je niet gezond bent, dan heb je ook niks. Wat ik wel belangrijk vind, ik bedoel in deze negatieve tijd, is Almelo een compliment te geven voor de manier waarop ze met de aankleding van de binnenstad bezig zijn. Maar ook met de buitenwijken, met de parken en de aanleg. Het Rosarium wordt prachtig opgeknapt. Dus daar wil ik graag een compliment voor maken. En dan draagt iedereen een steentje bij op zijn of haar manier? Ja.
met beste kunnen van jezelf. En dat hoeft geen geld te zijn, dat kan ook met goederen zijn of je hulp aanbieden, persoonlijke hulp. Dat kan er toch eenvoudig zijn, hè? Ja, maar eigenlijk is het ook heel eenvoudig. Wij denken veel te moeilijk.